Philippe, hoe kies ik nu een nieuw toestel voor mijn keuken? Ja, Justine, ik zou je zeker goed laten adviseren en liefst ook inspireren. Technologie verandert razendsnel, ja, dan wil je toch de juiste keuze gemaakt hebben. Je spreekt over veranderende technologieën. Wat houdt dat in? De hele evolutie van vitrokeramisch koken naar inductiekoken. En we gaan nu effectief gaan temperatuur koken op de graad nauwkeurig op die kookplaten. Kan ik mij hierin laten begeleiden? Ja, uiteraard. Via Bluetooth wordt uw kookplaat geconnecteerd met een app. En dankzij die app word je eigenlijk stap voor stap begeleid bij het gerecht dat je aan het maken bent. Want een gerecht bereiden en daar de juiste kerntemperatuur voor vinden, dat is nogthans exact wat kokschef koks en sterrenchefs doen, tot op de graad nauwkeurig. En dat vind je met Celsius koken. Philippe, het water komt me hier in de mond. Hè. Lekker eten en een wijntje. Wijntje, daar zeg je iets, Justine. Ook hier temperatuur, ontzettend belangrijk. Niet alleen uw bewaartemperatuur, maar ook uw schenktemperatuur. En dan vergeet ik nog eigenlijk de luchtvochtigheid, die een heel belangrijk argument is. Allemaal goed en wel, maar hoe verkrijg ik de juiste temperatuur? Justine, de wijnklimaatkast. Ja, ik heb de indruk dat er heel wat kan in zo'n wijnklimaatkast. Moet ik dat dan allemaal handmatig bijhouden of hoe gaat dat in zijn werk? Deze tijden zijn gelukkig van de baan. Uiteraard heeft dit systeem zijn eigen voorraadsysteem. Hè, en kunnen we dit zelfs van op afstand via de app continu raadplegen om te weten wat we in huis hebben liggen. Als ik nog een tip mag geven, misschien kan je een van de vele kookworkshops volgen, hè, waarin dat je verschillende kooktechnieken aangeleerd krijgt en tegelijkertijd ook heel wat beleving kan ervaren. Wat toch wel leuk is. Top idee. Gezondheid. Santé.